This is Trek. Trek is an official sport that is getting wider and wider acknowledged around the world, and it's really fun and it's really challenging. The main things about Trek I have written down in the article below, but I want to use this video to show what it actually looks like. In short, a Trek show usually takes place over 2 days and has three events. The first one being a trail ride where you have to navigate your way around with a map. The second one being a control test of your paces, where you have to canter as slow as you can and walk as fast as you can. And the third part being a very varied obstacle course. If you want to know the details, read the below article. And if you want to know what it looks like, check this out. Wat heb je nou opgehangen, Hans? En baken, hè? Kijken of ze goed rijden. En of ze hetzelfde pad volgen zoals het ingetekend staat in de route. We gaan het zien zo. Als ze aankomen rijden, zien ze ons waarschijnlijk staan als post. Dus dat trekt wat aan. Daar is een controlepost waarschijnlijk. Maar dan moeten ze wel opletten, want net 100 meter ervoor staat een duidelijke afwijking in de route. Die afwijkt van het pad wat je gevoelsmatig zou moeten nemen. En dan vervolgens moeten ze dus, als ze goed aanrijden, komen ze daar door de controlepost heen. De rood en witte vlaggetjes. En als ze ons rechtstreeks benaderen, nu zo vanaf dat pad, ja, dan is het aanrijfout. Helaas. So basically it's a test of team skills with you and your horse or with other riders. It's a test of your dressage skills and your jumping skills. It's basically an overall riding test, which is actually what Trek is based on. So if you want to find out more, read the below article because that contains all the details. And stay tuned because I myself participate in Trek shows regularly and I'm definitely gonna show you some more of it sometime soon.